Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van zondag 9 december van Weerplaza. Vandaag hebben we nog steeds te maken met onstabiele lucht onder invloed van een lage drukgebied boven het zuiden van Scandinavië. Het zorgt bij ons voor een noordwestelijke wind met aanvoer van een aantal buien. Ook morgen vallen er nog een paar buien en als u goed kijkt ziet u boven de Alpen sneeuw. Een hoge drukgebied bouwt zich later op de maandag op en daar profiteren we dinsdag en de dagen daarna van. Vandaag is de lucht dus nog echter onstabiel, met vanochtend veel bewolking boven het zuiden van het land en een flink aantal buien. Vanmiddag is er ook ruimte voor de zon, maar valt er ook nog steeds een enkele bui. De wind die draait naar het noordwesten en neemt iets in kracht af. Vanmiddag waait er een matige tot krachtige wind, windkracht 4 boven land, windkracht 6 aan zee. En het wordt 9 of 10 graden en dat is iets hoger dan we normaal hebben. Morgen is het frisser, met in de middag 6 tot 8 graden. Er staat een matig tot vrij krachtig wind, windkracht 3 boven land, windkracht 5 aan zee. En verder is het nog wisselvallig, met soms een paar buien. En bij buien is morgen kans op hagel. De meeste buien vinden we in het noordoosten van het land. In het zuidwesten blijft het vaker droog. Dinsdag, woensdag en donderdag, dat zijn droge dagen onder invloed van een hoge drukgebied. Dinsdag hebben we nog normale temperaturen in de middag, 6 tot 8 graden met geregeld zonneschijn. Woensdag en donderdag draait de wind naar het oosten en daardoor wordt het een stuk kouder. Op donderdag hebben we nog maar 3 tot 4 graden op de thermometer staan. En in de nacht en vroege ochtend vriest het licht. En als we kijken naar de temperatuurverdeling voor de dagen daarna, dan zien we dat de koude lucht niet echt lang in ons land blijft. Vrijdag is het nog koud, maar volgend weekend dan hebben we weer hogere temperaturen. Ik ben Diana Woei van Weerplaza.